Nederlandse acteur en theatermaker Nazrdin Char, 45, heeft aangekondigd dat hij de komende drie weken zal wijden aan wat hij noemt een nieuw avontuur. Hoewel de exacte aard van dit avontuur niet expliciet wordt onthuld in zijn Instagram-bericht, lijkt Char te verwijzen naar zijn betrokkenheid bij het Videolandprogramma The Live Trail. In dit programma begeleidde hij samen met medeacteur Walid Benbarek acht jongeren in Zwitserland, waarbij ze hun persoonlijke uitdagingen onder de loep namen. In zijn enthousiasme voor dit nieuwe avontuur benadrukt de 45-jarige acteur dat hij uitkijkt naar de uitdaging, maar tegelijkertijd erkent hij dat het ook angstaanjagend is. Hij deelt in zijn bericht dat hij iets heeft geleerd tijdens de live trail, en hij hoopt deze ervaring nu in de praktijk te brengen. Als winnaar van een gouden kalf lijkt Char vastbesloten om zijn veelzijdige talenten te blijven ontwikkelen. Recentelijk heeft de acteur nog een andere uitdaging overwonnen door zijn eigen boek uit te brengen. In zijn biografie Nazardin, die in november verscheen en bestaat uit drie thema's, beschrijft hij zijn identiteit en rol in de maatschappij als zoon van Marokkaanse ouders. Hiermee geeft hij een diepgaande kijk op zijn persoonlijke reis en reflecteert hij op zijn plaats in de samenleving. Naast zijn werk als acteur en schrijver heeft Char ook een nieuwe weg ingeslagen als regisseur. Na vijf succesvolle seizoenen als een van de hoofdpersonages in de misdaadserie Mokro Mafia heeft hij onlangs aangekondigd dat hij zal werken aan de verfilming van het personage Taxi uit Mocro Mafia? Deze veelzijdige betrokkenheid in verschillende artistieke projecten weerspiegelt Jars voortdurende streven naar creatieve uitmuntendheid en artistieke vernieuwing. Met een indrukwekkende carrière die zowel op het podium als voor de camera's gedijdt, blijft Nazerdin Char een invloedrijke figuur in de Nederlandse entertainmentindustrie. Zijn voortdurende zoektocht naar nieuwe uitdagingen en zijn vermogen om diverse kunstvormen te omarmen, Maken hem tot een boeiende en veelzijdige persoonlijkheid in de Nederlandse culturele scène.